volgebouwde DJ-booths bij Slam in the Boomroom. Grote Noord stage piano. Een paar drumcomputers, Ableton. Nog een synthesizer. En in het midden Lovestead. Die daar staat te jammen. Lekker man. Live muziek op zaterdagavond. Lovestead. Die hoor je tot aan 11 uur bij Slam. En dit is de Boom Room. Elevated.
week zaterdag. Sieraad Amsterdam. Lovestead invites. Tom Trago back to back met Chucky. Marques en Leroy Ray. En ook deze man is erbij. Lovestead zelf. Met zijn synths, met zijn drumcomputers, met zijn randje distortion. Wat je overal onderdoor hoort zoomen. Lekker. Tot 11 uur, tot aan Dennis Quinn in de Boomroom. Lovestead!
Altijd al een keertje Tina Turner willen aankondigen in de Boomer. Op een of andere manier. Net als James Brown. Een tuintje op de buik, maar wat een artiest. En gesampled door Love Stan. Dennis Quinn ook binnen. Hoi Dennis. Ja, goedenavond. Zo, wat een. Wat een bariton. Ja, mooi hè. Een radiostem heb ik als vernomen. Hij kan ook draaien, dat hoor je na 11. Thank you.
Thank you.
onder een synthesizer door. Hij rent naar de linkerhoek van de boomroom. Zet een koptelefoon op en is klaar om zijn applaus in ontvangst te nemen. Dank u. Afgelopen uur Löfstedt live. Alles live gespeeld. Dank je. Ja, het was echt heerlijk weer. Leuk. Met de 10 vingertjes. Met de 10 vingertjes. Ja. Hoeveel lekkerder is het dan plaatjes draaien? Wat Dennis Quinn, goedenavond. Goedenavond. Gaat doen. Je bent een absoluut studio-based, maar optreden met je studio doe je dan niet. En Sjors, a.k.a. Löfstedt, heeft zijn hele studio hierheen gesleept. Waarvoor dank. Moeten we ook even afbreken binnen 5 minuten reclame. Precies. Dat terzijde. Hoeveel leuker is het om live te spelen ten opzichte van je eigen tracks draaien? Nou, nu komt het. Ik kan dus niet draaien. Ah. Ik heb 1 keer 20 minuten gedraaid met een vriend. En toen ben je maar live gaan spelen. Nee, dat was toen ik al een paar jaar live speelde. Ja. Maar ik zou het niet weten. Het lijkt me echt fucking vet om te draaien namelijk. Dennis die geeft les op de Herman Brood Academie en van alles. Ja. Dus, ik weet je te boeken. Ja, heel goed. Nou, fijn dat jullie hier beide zijn. Sjors, Löfstedt, jij gaat 5 intieme concertzalen spelen. Klopt, ja. Waar kunnen mensen jou beluisteren? Met een mannetje of 300 wordt gewoon gedanst, dat wel. Maar het is intiem en klein. Het is in concert, zijn het. Absoluut. Wat is de eerste waar... De eerste is Amsterdam, eind februari. Donderdag 29 uit mijn hoofd, in de Toren. Vette plek, heel intiem. Mooi uitzicht. En daarna ga ik nog naar Nijmegen, Groningen, Rotterdam en Leiden. Cool. En volgende week zaterdag iets groter. Sieraad Amsterdam. Ja. Löfstedt invites Tom Trago back-to-back met Chucky. Ja, man, Chucky. Ja. Interessant. Ja, vet. Ja, man. Ja, vet. Marques, die ken ik dan niet, maar ook vet. Echt een aanrader, ja. Een beetje de heist sound. Leroy Ray is er ook bij en jij Löfstedt. Ja. Ja, volgende week zaterdag. Kom lekker dansen in het Sieraad. Thanks dat je hier wilde zijn en bedankt voor de muziek ook. Heel graag gedaan weer, thanks. Dennis Quinn, ik heb een cadeautje gekregen. Een stuk vinyl. Ja, zeker. Ja. De vorige was een neongroene, maar niet fluoriserend. Ja, niet glow in the dark. Niet glow in the dark. Glow in the light. Neon. En nu is het een witte plaat. Klopt. Ja. Ja, een stuk vinyl. Ik zal hem even laten horen. Ja. Dat is hem. Wat staat erop? You're in my system 2023 remix of mix uit Demon Carey opnieuw is uitgebracht. Een limited edition white vinyl. Met Carey Chandler. Zeker. Dennis Quinn, Carey Chandler. Wow. Troy Denary. You are in my system is de B-kant. De A-kant is de label. Wat staat hier? Ja, nee, het is eigenlijk een soort dub-versie of een clubmix die op de B-kant staat. Dus, Ik ga het lekker naar luisteren thuis. Ja, maar zo eerst naar jouw set hier en we gaan even die boot ombouwen. Dennis Quinn komt eruit.